We voeren nu ruim 3,5 jaar met Oostra. De reden destijds dat we met loonvoeren zijn begonnen is dat eigenlijk onze voerapparatuur niet meer voldeed. Op dat moment kwam Oostra langs en die zei dat hij met een voerbedrijf wil beginnen. Ik denk van dat zit snor. Ik doe al mijn apparatuur weg en ik laat Oostra komen om te voeren. Het grootste voordeel is toch de arbeid die ermee verlicht, dus het arbeidsfilmpje. En die arbeid die wordt ook 7 dagen in de week weggenomen. In tegenstelling tot heel veel andere investeringen waarbij je soms in het weekend juist extra hard moet lopen, om zo maar te zeggen. Daarnaast is ook nog het voordeel dat je behalve het voeren natuurlijk ook niks meer met onderhoud van de voerapparatuur te maken hebt. Dus dat scheelt natuurlijk ook in de arbeid. 2 jaar geleden zijn we begonnen met de teelt van voederbieten. We hadden toen een behoorlijk maïsareaal en ik denk van ach, ik wil eens een keer wat proberen wat erbij naast. Eigenlijk gewoon voor de fun, zeg maar, om zo maar te zeggen. We hebben destijds de keuze gemaakt voor voederbieten omdat die toch per hectare een gigantische opbrengst hebben. En ook een kwalitatief heel goed en smakelijk product. We hebben ons wel laten begeleiden door een loonwerker akkerbouwer. Omdat het nog toch wel enige kennis vergt om voederbieten te telen. Je hebt natuurlijk veel meer te maken met ziekten, plagen, schimmeldruk en dergelijke dingen. Bespuitingen die plaats moeten vinden. Ik heb het nu 2 jaar toch behoorlijk op de voet gevolgd. En ja, naar mijn idee was het toch wel heel erg leerzaam om in ieder geval dat 2 jaar te volgen hoe de teelt van voederbieten in elkaar zit. De voederbieten die worden door de mais gelijktijdig ingekuild. Ze worden versnipperd door de mais. Ze zijn ontzettend smakelijk voor de koeien. Ze doen hun best om ze er toch nog uit het rantsoen eruit te zoeken. Het werkt gigantisch goed op de galtes van de melk. En daarbij kun je toch behoorlijk wat krachtvoer besparen. Ik voer nu ongeveer een 15 kilogram verse bieten per dag. En dat is toch ongeveer een 2,5 kilogram krachtvoer die je dus in mindering kunt brengen. En dat scheelt toch behoorlijk aan krachtvoerkosten. Als je de galtes bekijkt, dan moet je bij voederbieten moet je toch rekenen op een ruim 1100 fem per kilogram droge stof. En dan praat je over suikersgehaltes van meer dan 700 gram suiker per kilogram droge stof.